acht speciale artiesten voor in kloog stond. Ze komen helemaal vanuit Loog. En ik zie door aan de kant de vereniging van Loog. Ik ga nog aankondigen uw aandacht voor Roel en Stijn Broets. Hier zijn de Broets Brothers. Ja. Zo. Even de kroeg in, hier even op stap. Verzoei je niet te gek door, maar even naar de stad. Van de een kwam het hanger, het leef weer uit de hand. Een stukje van de film kwijt, wie ben ik hier beland? Als steen gauw op je bent. Oh ja. Want ik wil het toch wel weten. Maar goed, wat wil je weten? Ook steen die het geen benul. Ja, dat is wat heeft u het gevrieten? Wanneer? Vannacht. Vannacht? Ja. Dames en heren, Prins, u treffen zwaaien. Wie kan ik vertellen waar ik gisteren heb gewoond? Heb ik mijn maal gedragen? Toen je me kwam bestond. Ik weet niet alles meer. Ik haal je glaasje op. Of waren het die shotjes? Ja. Wie kan ik vertellen waar ik gisteren heb gedaan? Heb ik mijn baan gedragen? Corrigeer ik wel verstand? Ik weet niet alles meer. Ik haal je geestje op. Of waren het die shotjes? Alles plek en smaak tot droog. Wie kan ik vertellen waar ik gisteren heb gedaan? Kijk, heb je op een test? Wie krijg je rood? Gezellig! Uf de glazen in de loog, want we zien met man genoeg. Het loopt zo luid, hè? Dansen op het lied, we zien de nacht. Allemaal de klos. En we zetten samen, wiert op de kaart! Ja, kom op, allemaal die rechterhand te worden. Rechts, dat is goed. Toch wat? Dit pakt je ons weer in, een fietsje door in de stad. Dat is
Gisteren God noem mij gestroomd. Lordje guren, lordje geschoold. Jonge liefdes op je rond, des wie ze rolt. Kortje stroomd op en loopt je te mold. Dus zing met mij, zing net als mij. Applausje al voor de broersballers. Waar de viers, waar de viers. Dat moet dat bejeugdig op Loor ook een viers zijn. En ondertussen loop ik hier de prins van Loor. Daar loop ik even achterna. Prins Jasper de Eerste. Dan gaan we daar even zo'n tetisch. Stetisch, ja. Dag, moezevangers. Goeienavond, goeienavond. Ik ga hier even in de midden staan. Schuif jij even door. Ja, kom er even bij staan. Hoppakee. Ja, kijk. Nou, we hebben hier prins Jasper de Eerste even mee staan. En prins Jasper de Eerste, dat is een zoon van Geer. En Geer, daar is bij de moezevangers al eens een keer prins geweest, toch? Ja, dat klopt. In 2000. In 2000, ja, dat is ongeveer 19 jaar geleden. Nee, goed het geteld. Toen word jij, als ik goed geïnformeerd, binnen een jaar of zes? Zeven. Zeven. Alles goed metgekregen? Ja, toch het beste. Het beste heb je meegekregen. Dus jij hebt bij je pap toen afgekeken wat hij allemaal goed deed. En dat doe jij no plus nog veel betere dingen. Ja, dat heb je net gezien. Dat heb ik net gezien. Maar kun je dan nog iets anders nemen hoe dat je van zegt van... Dat is no toch even anders als in de tijd van ons pap. Veel serieuzer. Veel serieuzer. Nu werk ik toch wel heel even stil. Is de vaste loof ik nu veel serieuzer als 19 jaar geleden? Nee, dat werd met iets meer gedachten gedaan, zal ik zo maar zeggen. Oh, oké. Ik ga heel even even met je kijken. Want ik denk er vriendin staan. Ja. En ik kan die naam zo even gauw er neer op. Bibian. En Bibian, wat vind ik ervan dat hij in deze dag nu de prins bij dich toe is? Toes niet? Nee, Toes van de moezevangers. Ik bedoel, de prins bij de moezevangers is. Maar het is dik de prins van de moezevangers bij dik in Hoes hebt. Vree normaal. Vree normaal. Dat is die de prins op het witte perk natuurlijk. Ja. Ben ik die nou eens gewend? Nee, oké. Dik, je behandelt hem altijd al als een prins. Hoeft jij eens in de blouse niet zelf te strieken of doet tot de man niet de blouse van strieken. Dus dik dat. Ja. Mogen je een applaus voor Bibian, want de prins zit elke dag van je de schoenen gestreken blouse aan dankzij Bibian. Oké, nou dat vind ik dan wel heel erg schoon om te huren. Ik zie dat je in het dagelijks leven volgens mij iets met bruutjes doet. Ja, dat doe ik bij Bakker Vries op Bossenbeek. Voor alle mensen die Toes No Life mij zitten te kijken, dat hebben we even niet gehuurd. Piep! En dat doe je al wie lang? 10 jaar. 10 jaar bak deze broen. Bij Bakker Vries Bos. Ik denk even gauw de microfoon. Oké, ja, de bakker als prins, dat is heel erg geweldig. Ik ga nog heel even kijken of ik nog één vraag kan stellen. Als het nou donderdag is, hè? Wie ziet dat dag bij Uchter op donderdag uit? Ben ik aan het werken niet, hè, Vree? Dik ben aan het werk. En hoe werk je dan? Ik werk in Maastricht. Helemaal in Maastricht. En jij ziet op donderdag vrij? Goed geregeld. Ja, nu ben ik een mooie vrij. Maar nooit was zo, ben ik weer op donderdag vrij. Oké, nou ja, dat is super geregeld. Hey, en dan wie laat je stik naar Maastricht? Een kwart voor zeven smergens. Mensen, we hebben mede. Merge vroeg ook? Ja. Merge vroeg moet dit merkje ook een kwart voor zeven naar Maastricht. Oké, Jasper, prins Jasper de Eerste. Ik ga even vragen, want uw devies dat zinnig Jezus toon heeft natuurlijk iets te maken met die bakkerij. Vertel je even. Welke bakkerij? Nee, ik zeg niet welke bakkerij. Hè. Nee, dat kan nu echt niet meer. Hè. Dan krijgen we een schadeclaim van bij de heikluiters. Dan kunnen we het feest niet meer betalen. Nee, hè. Wat is uw devies? Aberkoezen, kersenvriesten, wegen van over het flink. Oké, ja, moezevangers. Ik heb nog één ding te vertellen. Dat is het laatste. Want wie dit broedspaar, nee, wie dit prinsenpaar, zo moet ik het eerlijk zeggen, uitgeroepen is er op Loor, is er iets schoens gebeurd. Hij ging op de knieën. En wat heb je toen gevraagd? Wil ze met me trouwen?
Zullen we het nog even één keer... Even allemaal stil, hè? Even allemaal... Sst. We gooien het nog één keer huren, hè? We gooien het nog één keer huren. Maar noem het al die prinsen van Wiert erbij, hè? Let op, daar komt je, hè? Niet zo zocht. Oh, wil ze met me getrouwen? En wat zag ik doen? Ja. Ja, oké, een applaus voor dit prinsenpaar. Oké, we gaan heel gauw naar de andere kant even kijken wat stiert tot Ton ergens kloor. Ik zou zeggen, gisteren had je hartstikke fijn, Ton, neem je het van me over. Ik zou zeggen, moezevangers, bedankt. Gooi het lekker door, lekker de zaal in. Een putje bier met elkaar met drinken. We lopen dadelijk in een keer de Polonaise. En een hele schoenen vaste lovendje, ook tot bij Jugoploor. Dankjewel. Dankjewel Mark en dankjewel Boezevangers. Hartstikke gezellig dat jij er allemaal bij zit even over. En we gaan zo meteen op de Parkwachterskapel. Die waren weer zo aardig om even een nummer er extra bij te spuren. Dus het programma loopt weer iets angstiger dan we even gepland zijn. Maar dat maakt allemaal niks uit. Want is niet die kloor, dames en heren. Een jong die dit jaar de vastelovend slager van Wiert die het gewonnen. In zijn vliek misschien hij hem misschien al voorbij zien komen. Het is de one and only Nick van Ham. Maar... Hij heeft zijn repertoire behoorlijk uitgebreid, dames en heren. En hij heeft zelfs twee nummers die gewoordig wat hij kan zingen. En hij ziet van nou, ik zing eerst nog even een andere nummer hier op de gezellige Noord. Op het Prinsentreffen hier in de Altwitterij. Zometeen verwacht ik hier aan de kant van de buiten, aan de linkerkant of aan de rechterkant van het gezin. Verwacht ik dadelijk de schuipkus. Maar nou eerst gaan we kijken en luisteren natuurlijk naar Nick van Ham. En ik heb er een stripje door. Ik heb er een streepje toetsen in de week. Ik ben weer aan de haal, dat is toch geen schandaal. Want ik speel een grote nek doorheen. Ik heb er een streepje toetsen in de week. Dan wacht er over, dan heb ze weer die heen. Vier weken achter en geweer tijd voor het boer. Of hij een mondje niks gedaan, dan raak je uit het loer. De rumgoal ik zo en spion is lekker aan de haal. Dat is voor u en ook voor mij in deze tijd normaal. Ik heb er een streep gedoet, zeggen de mensen. Ik heb er een streep gedoet, zeg iedereen. Dat het zit wel nog de dag van carnaval. Dan is mijn vrouw precies als ik. Het is een gekke val. Dan ziet ze dat we niks eraan. En huurt ze dan wat op. Dan heeft ze ook wat ik nou heb. De kolder in de kop. Ik heb er een streep gedoet. Zeg de mensen. Ik heb er een streep gedoet. Zien iedereen. Ik ben weer aan de hand. Ik heb een streepje toetje in iedereen. Ik ben weer aan de haal. Er is toch geen schandaal. Maar het spion en onze neem doet mee. Ik heb een streepje toetje in iedereen. Nog af te lopen, dan heb ze weer bij. Ja, dames en heren, geef hem een groot applaus voor zijn eigen Nick van Ham. En ik kom dadelijk nog terug. Met zijn carnavalslager 2019. En dan moet hij even zijn vliegtuig aantrekken natuurlijk. Van stap maar in mijn vliegmachine. Ondertussen staan we weer hier op de rechterkant van de linkerkant. Net bij die in de zaal staat te kijken op de bühne. En storig hier met de vaste loonsvereniging van de Schuipkes, dames en heren, van Groenewoud in Wiert. Ja. En waarom weinig dat ze gehoord? Nou ja, ik ben zelf ook al 53 jaar Schuipke. Geboren en getogen, dus ik voel me al helemaal toe. Ik heb voor de gelegenheid vanochtend even de kleuren van de heien aangetrokken. Dus neem ik niet kwalijk rond. Ik heb hier even gestaan en het is geen prins, maar het is een landdier. Landdier rond de eerste, dames en heren. Geef hem een applaus, ja!
Ron, opgegroeid op de Remuntje Wiekzenige, of daar woon je nou? Daar woon ik al heel lang. Eerst aan de overkant, nu en dan op nummer 50, eerst oneven, nu even. Ik ga je inderdaad de tuin versierd gezien en ik denk van, hé, wacht even, want mijn oma en opa die woonden twee deuren even nu. Dus ik ben daar heel dik gekomen en ik kan het op mijn duimpje zeggen dan. Dames en heren, laat ik eens even vragen wat Ron in het dagelijks leven doet. De prins of de land hier van de Schupkes. Nou ja, ik zit in het grun. Nee, ik ben milieuadviseur. En ik help bedrijven de moeilijke wetgeving rondom milieu allemaal een beetje begrijpelijk te maken. Soms begrijp ik het zelf ook af en toe. Ik ga je al begrijpen, want jij zit in het milieu dat de prins van vroeg of laat zit op de veegwagen. Dus misschien dat dat nog een mooie combinatie is om daar vanover nog wat van te maken en in de TNF even zuiver te krijgen. Volgens mij gaat dat wel lukken. Wat heel leuk liggen, dan moet ik altijd later opruimen. Ja, dat is... Kijk, dat is toch heel goed geregeld. Je hebt je vrouw metgenomen. Even spieken wie de het, want we hebben er zoveel bij. Dat is Marieke. Marieke, en jij zelf ook vechten. Maar vertel je even wat zelf over je. Ja, dat is Marieke, dat is mijn vrouw. We zijn al 25 jaar bij elkaar. En daar zijn natuurlijk ook twee wegtrieden voor gekomen. Onze Sjors is de jongste, die is 14. Onze Luc, die is 18. Je denkt dat je alles zelf kan, maar je ziet wel volwassen, maar je moet je het wel nog leren. Ik zie nog dat je voetbaltraining geeft bij de sportvereniging Loor. Ja, vooral training geven, ja, ook net zoals Dirk net. Gewoon alleen maar kieken en veel vertellen, maar niet zelf achter een bal aanrennen. In de derde helft is je gewoon helemaal actief. Wie is het nog met de vastelooivereniging de Schupkes? Want ik weet natuurlijk precies hoe dat jullie zitten en hoe dat je altijd de vastelooi viert. Is het nog een leeuwertje vereniging? Heb je er allemaal plezier in? Is het met de jeugd allemaal goed gesteld? Jazeker. Vooral als de jeugd er nog eens bij is, dan is het een hele grote groep. En die kosten vanavond helaas niet mee, maar we maken er echt met z'n allen een flink feest van. En daar ben ik gruus op om daar de vuurganger in te mogen zien. Echt hoor. Nou, dat geloof ik heel, dames en heren. Heb je al gezegd dat je 50 jaar oud was? Ja, daar ben ik. En daar heb ik denk ik ook binnen 50 van op het Groene Woud gewoond. Dus ik ben door hem extra groot om bij de Schip te zitten. Dus dan zou je toch zeggen dat we eigenlijk ooit bekendje moesten zien. Hè? Nou, gezellig dat je er allemaal ziet. Ik bedoel zeggen, dames en heren, wij maken er een fantastische vierzone van. Je hebt ook een devies natuurlijk, hoe dat je de vastelovertje binnen gooit. Je hebt natuurlijk ook een kleine optocht nog op Groene Woud. Wat lief? Nog een kleine optocht op Groene Woud. Een hele kleine, maar wel met de basisschool komen we mee. En dan lopen we door de week weer. Nou, ik hoop dat het steeds groter wordt, maar dan gaan we wel aan werken. Nou, heel fijn. En dan zou ik nog graag even mijn devies erin kwaken. Met veel muziek en tamtam in een groot milieu werd Nemes de vastelovendje Oesbui. En ik dank jullie allemaal. Dames en heren, mooi een groot applaus voor onze prins van de Schupkes. Wat zeg ik? De landheer. Ja. Ik weet het, dit is een vulgen, maak je fout. Neem me niet kwalijk. De landheer van de Schupkes. Het is namelijk Ron de Eerste. En zijn Marieke natuurlijk. Dankjewel, Rob. Dankjewel. Oké, Ton, dan gaan we aan deze kant weer witteren met de volgende artiest. Nee, we hebben ze al een keer gezien. Ik ga ons niet aankondigen. We gaan nog een keer springen met z'n allen. Hij is in vrucht, de Broers Brothers. Zo, dat is lang geleden, hè. Oh, fijn om weer terug op de hei te zijn. Oh, heerlijk. Heel vanaf Loor op een fiets. Of met een bus. Ja, kom op. Hey. Het begint op 11:11 in het busje op een schicht. Dat is toch weer aan het dansen, tot aan het merken ligt. Ik leef een vastelovend, ik reis ook eerder weg. Met een pilsje op een statie, door de zoekcoulee. Stond een koude stad en iedereen hier te laat. De optocht is aan het trekken, hoor het eentje zo ver je gaat. Van ooit ik vier de elf en een vrouw stond weer te zingen. Aan morgen heb ik schiet, van over het schoon weer springen. Hey. Kan ik vandaag nog wel herinneren wat ik gisteren heb gedaan? Met mijn grote moeder op het podium gestopt. Hoor ik mijn pilscherven vast, ik kan me hier bedringen. 10 minuten later en de dertig schiet te springen. Nacht kom ik dicht op tien. Tiende leven lach, dit mag me tot zwiegen. Geen man met mooie frit met Jimmy, hang ik boven de zin. De
het beste gras weer. Bah, was een schemel idee. Zo. De zon komt snel binnen. Door het raam, ik huur de bel. De laatste dag kan gewoon beginnen. Dus ik bestel. Ja, een beetje klappen, klappen, kan klappen. Kan ik vandaag nog wel herinneren waar ik gisteren heb gedaan. Heb ik grote weer op het podium gestond. Hoor die pilskerf verbast. Ik kan me niet bedwingen. 10 minuten later. Ja, dan weet je zakken doen, Jurgen. Zakken, zakken. Kan ik vandaag nog wel herinneren waar ik gisteren heb gedaan. Heb ik grote weer op het podium gestond. Hoor die pilskerf verbast. Ik kan me niet bedwingen. 10 minuten later en de tijd is niet te springen. Springen, springen, springen! Afgelopen. Dank je! Pas er wel met je bij! Oké, merci. Dan kijk ik heel even. In het programma hebben we nog even een paar minuutjes ingericht. Voor onze wethouder, die ons hier kunt bezoeken en ons even kunt toespreken. Geert Gabriels, fijn dat je hier zit. Als het goed is, schiet hij zo aan. En anders dan mogen ze het even mee hebben. Hè. Het woord is aan Geert Gabriels. Als ze het doet, ja, hij doet het. Ja, het is echt, voor mij echt, ik kwam hier binnen en ik dacht, wauw. Wie hebben ze dit de heiknuiters aangekleed? Het is echt niet meer normaal. Het is echt heel erg knap dat jullie van deze hal, wat jullie ervan hebben weten te maken. Dat is echt ongelooflijk. En dan hebben jullie ook nog een pastoor, die ook fantastisch, echt, die kan fantastisch zingen. Is dit toch? Rechts nu in de hoek. En ik vind het echt geweldig, Harry, wat jij hier loodt zien. Dus de heiknuiters. Ja, ik ben echt onder de indruk van de aankleiding. Dan wil ik ook nog even namens het gemeentebestuur. Tessa Gele is er ook. Dat is de boren broed van Wiert van afgelopen maandag. Wil ik even namens het gemeentebestuur uitspreken. Dat wij heel erg groot zijn op u. Want alle mensen in deze zaal, dat zijn de hoeders van de vastelovens. En het is belangrijk om het vastelovensfeest te laten, ja, en het dialect ook vooral, om dat te laten bestaan. En dat moeten we doorgeven aan Wichter. En dat, doen, ja, dat doe jij eigenlijk allemaal samen, want jij hebt allemaal jeugdroden. Jij gooit naar scholen, jij hebt misschien zoons, dochters. En als die allemaal platkallen en als die allemaal ook vastelovens blijven veren, dan blijft het feest ook voor de toekomst en de tradities voor de toekomst bewaard. En dat doe jij samen. En daar wil ik u heel erg voor bedanken. Dus eigenlijk het applaus voor de heiknuiters. Voor het aankleien hiervan. Dat is echt geweldig. En voor het feit voor ikzelf dat jij de hoeder zit van de vastelovens. En dat mot op generatie doorgaan. Wat ik al heel fijn vind om te huren, is dat er zelfs mensen uit Zwolle zijn. Die hier prins waren en platkallen. Maar het plat kan nog iets sterker. Maar dat komt goed. Daar is het begin gemaakt. Dus wachten tot heel Zwolle Limburgs lunch. Fijne avond. En nogmaals bedankt. De heiknuiters en alle artiesten. En eigenlijk alle prinsen. En ook de familie Fontijn. Want dat is ook Altwitterij. Uit Altwitterij Fontijn. Dankjewel. Dankjewel. Niet te veel hier om in de kant op. Oké, we hebben een volgend gezelschap, Easton Geert. We zijn gejumileerd in de gemeente Wiert met de gemeente Sint-Truiden uit België. Dus we hebben hier Belgische gasten, Ston. Daar zijn we natuurlijk zeer met vereerd dat jullie deze kant op zijn gekomen. Ik heb gehoord dat je niet met lege handen zit gekomen. We hebben je een microfoon gegeven. Want ook in Bijlstok kunnen ze zingen, geloof me maar. Prins Dimitri, we gaan gaas geven. Zet de tent op zijn kop. Komt er. Ik weer al jaren carnaval en mee. Bij een masker en een hoek confetti. En weet heel goed wij het spelletje ging. Ik ben na Prins Dimitri. Ik weer al jaren carnaval en mee. Bij een masker en een hoek confetti. Want zo'n Ludo
beleggingsadvies. Komt de beste lopen met ons vieren en zijn ze toen van zo'n toneel is. Dus loopt de grond en doet gelijk de meeste. Zieren zingen en op tijden pit. Loopt de rest van leuder al naar klokken. Vooral dat vieste rijke uurtje zint. Ik vier al jaren. Oké, en de prins van Sint-Truiden, prins Dimitri, die hebben nog een liedje metgenomen voor ons. Dan werd even van de micro gewisseld. Ja, die kan ik ervan pakken. Ja, wij komen uit Sint-Truiden. Dat ligt in het Limburgse, het Belgisch Limburgse zuiden. En ons liedje dat is helemaal waarschijnlijk. Een flesje zoals het loopje met een Mercedes. Die café kon ze hier maar spa presenteren. Heel gemakkelijk! Hey la ba, wat is dat? Hey la ba, wat is dat? Hey la ba, wat is dat? Safa! Nu je! Safa! En toen wij van toen niet gaan beginnen. Het spelletje lukt verkeerd, het bodem vol. Ze heet de boom, maar eigenlijk was de bol. Stad komt je voor niet bij.
tegen. Dat kun door al dat fruit weer niet verzwijgen. Het wielerfeest van zijn niet proberen. En zijn tram dus zingt daar op wat zij. En we zingen allemaal mee! Hey, la, la! Hey, la, la! Sint-Truiden, hartstikke bedankt dat je hier zit. Wat fijn, helemaal vanuit Bijls deze kant op gekomen. We gaan gauw even kijken naar het andere podium. Dankjewel, ja, ja. Je moet langs dezelfde kant weer af. En dan gaan we kijken als het goed is. Stierton door klaar. Samen met de zweeloeren. Ja, jongens, chic dat je er zit. Ja. Ton, dat is er nog. Ja, fijn dat je er mocht zijn, Mark. En de mensen vinden het allemaal hartstikke chic volgens mij. Want als ik zo vanuit dit podium kijk, het is echt... Lekker druk, wat zeg ik. Het zit goed vol en het is alleen maar gezelligheid. Alleen maar gezellige mensen. Echte vastelovendvierders en ze komen tot dit beeld. En ik sta hier met de prins van de zwieloeren van Luuken, dames en heren. Het is een jonge prins, hij is pas 23 jaar. Nou ja, pas. Je hebt toch al wat aan het een en ander metgemaakt volgens mij, dames en heren. En ik was hem straks een beetje in het lezen. Ik denk, van is de jongen? Ik denk van, hé, wacht even, ik ken een mam, dacht ik. En toen dacht ik nog van de kinderen, opa, daar heb ik nog vroeger drumles van gehad. En dat zie je zelf ook in bedrijf hebben gedaan. Vertel eens even wat over je stam. Hoi, stamsporen, goed geboren, 23 jaar inderdaad, best jong, wat hij zelf al zegt. Goed geboren op Luuken, inderdaad, een slaagwerker, een ja, kleinzoon van. Het is een humje al en ja. Moet even leren, dat was Cor Verhoef volgens mij. En ik hoor ook les volgens mij vaststaat van, ik was toen bij Sint Antonius of de Harmonie. Dat het ook gewoon drumles ziet gehad. Ja, klopt. Jawel. Ja, die... Dus jij hebt het van geen vrienden, zal ik maar zeggen. Wat doe je voor een werk, Stan? Ik werk bij de mailfabriek in Wiert, bij Unicorn. Ik werk in twee ploegen in het magazine. En ja, ik heb het prima nog in de zin. Dus ik zet iemand op mijn plek. Is dat een beetje utooi dat je smeegs terug moet werken met de mailgeuren? Is dat je dan gedronken uit of niet? Ik heb het een en ander kunnen regelen, joh. Dat, ja, ja. Dat je wat later moet beginnen. Maar je zit niet alleen, want jij hebt een fantastische vriendin met genoemd. Volgens mij stelt je ook even gestuurd. Ja, Kelly Jansen, inderdaad mijn vriendin. En ja, een echt schuipje. Een schuipje en een zwielo. Ja, de afstand is wel heel kort, hè, dames en heren. We hebben nog een winkelcentrum binnengekregen. Nu komen we op dezelfde plek boodschappen door. Dat is heel gezellig. Heb je nog een broer? Stel je adjudant ook even gestuurd. Ja, de eerste is mijn broer. Ja, Nick Sporen. Inderdaad, mijn adjudant, nummer 1. En mijn neef, dat is Martijn van der Veer. Maar ook neef, dus all in the family van over. Heel in the family, kijk gezellig. En die maken feest. Dus vandoor. En hoe maak je allemaal feest, vertel je? Ja, bij de Jonas, hè. Ik bedoel, we moeten dan wel door de deuren eruit rammen. Ik geloof dat het wel aan u besteed is om er flink feest van te maken vanavond. Niet vanavond nog, maar ik bedoel die andere, al die fantastische vastelovende dag die nu gaat komen. Jij gooit vuur in de optocht natuurlijk. Ja, tuurlijk. Op Luuken. En dan gooi je dan nog die andere optocht te kijken volgens mij wel. Hè? Ik loop zelf mee met schutterijen, zijn job. Ook in een goede rockstijgersoptocht altijd. En een muzikant, hè, daar zie je niet vreven. Ja, dat is toch wel hartstikke fijn dat je zo... Ja, de vastelovende kunt vieren, niet, dames en heren. Je hebt ook een devies. We gaan dus even de loesteren wat dat is. Met de trommelstek in arm. Vierste de V. De Zweeluwland. Ja, ja, dames en heren. Dus dat gaat helemaal goed komen met onze eigen stand. Hey. Met zijn heel gevolg. Fantastisch dat er erbij mag zijn van OVJ. En fantastisch dat je allemaal hey, zo de attentie hebt. Om er gezellig heb gesloten loesteren natuurlijk. Dat was stand, dames en heren. We gaan verder met ons programma. Want hij stiert Ton ja. Op de bühne. Ik neem hem aan deze kant door voor Ton. Nee, nee, nee. Want oh, we gaan meteen door naar de spookjagers van Zwartbroek. Jawel. Zwartbroek, weer hier al gecorrigeerd. Die hebben we neer van de stand. Prins Bart. En Prins Bart is hier samen met zijn vriendin. En dat moet ik het zelf even zeggen. Marloes. Marloes. En mensen, lief mensen, ik moet ik wat vertellen. Want Zwartbroek werd je gezegd. Maar Marloes is niet alleen, is niet eigenlijk van Zwartbroek, hè.
Marloes is immers die helemaal van Beul afkomt. En dan zou ik bijna zeggen, Bulder is Brabant, daar hebben ze een liedje. En dan loop ik alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Ja, dat kennen we wel, hè. Dat was eigenlijk Guus Meeuwis. Maar oké, we zijn hier om even wat te huren van de Prins Bart. Prins Bart, jij woont samen in Zwerbroek? Ja, nog net niet hier, maar in het weekend nog wel. We zijn aan het oefenen, hè. Oefenen. Jij zit aan het oefenen om samen te wonen. In het weekend dan. Dat betekent dat je door de week iets van een soort van latrelatie of zo hebt? Ja, ja, laat aan hoes en van al en ja. Lat is laat aan hoes. Ja, dat hebben ze goed gevonden. Kom er eens een beetje dichter beest aan. Dat is voor het pleetje ook wel wat schoener. Oké, wie bevalt zich dat om helemaal van uw budel nou dan een prins te hebben in Zwartbroek? Ja, supergoed. Ja, super. Ja, ik moet het even op zijn Nederlands doen. Anders versteert het me een beetje. Oh, dat kan je wel hartstikke plat. Het kan ik nog niet verstaan. Ik wil even weten, wat doe jij in het dagelijkse leven? Ik werk bij de brandweer. Het werk bij de brandweer. Dus alle brandjes, ook alle binnenbrandjes die je kunnen geblust werden door dich. Jazeker. Oké, en Bart, wat doe je in het dagelijks leven? Ik repareer vleegtuigen. Nou, Kim Chat, goed uit. We hebben er een die het beste reparatie nodig met zijn vleegtuigdingetje. Ja, dat weet ik. Dus ja, Dorm zie je. Nou, dan zullen we dadelijk even kijken of we nog iets met kinderen als dat Nick van Am met zijn vleegmachine aan de gang gaat. Ik heb gelezen dat je nog kinderloos zit. Ja, dat klopt. Daarom zeg ik ook, wij oefenen in het weekend. Jij oefent in het weekend als pabbeman neer toezin. Ja, dat klopt. Oké, we hebben al die glamour, heb ik net ook al eens gezegd. Hè. We weten alles van die prins, we hebben alles kunnen lezen. Maar ik vind het ook schoon om meer wat van die intieme dingen te weten. Wie is hij als prins? Ja, nog steeds superleuk. Nog steeds superleuk. Net zo leuk als ze gewoon Bart is. Ja, tuurlijk. Oké, nou ja, dat vind ik dan ook goed om te huren. En dat geldt ook voor Marloes? Jazeker, een fijn prinses in bed, ik heb niks te klagen. We hebben het niet gehuurd, maar Bart heeft gezegd dat een fijn prinses hier in bed. Nou, daar zullen we het dan maar mee doen. Je hebt iets met een vleegtuig, je hebt iets met jeugd, de leuker de beek die je door stroomtje, zal ik maar zeggen. Je zou iets willen dat je over die beek kan zwemmen naar Beul. Maar dat gaat helaas niet. Hè. Leuker kan ik niet maken, wel makkelijk. Dat zegt ze bij de Belastingdienst ook. Hé Peter. Peter is van de Belasting, hè? Ja. Alle artiesten treien even over voor niks op. Het is meteen het wetje. Oké, dat is dan heel even gezegd. Uw orde? Mijn orde is van het pruttelend vleegtuig. Het pruttelend vleegtuig. Heb je een beeg? Ga je hem hangen? En kun je heel even snel vertellen wat erop staat? Er staat een sleutel op natuurlijk, met een spuukje. Een vleegtuig uiteraard, dat is het grootste idee. Een pot beer, want daar ben ik ook niet vies van. Een oldtimer, want daar heb ik er ook twee van. En de helje op suk, het logo, vuur aan de raam. Want ja, daar bouwen we gewoon de vaste lovingswagens mee. Ja, helje op suk, daar ken ik er wel van. Hè? Ja, hartstikke chic. Schoen om te huren. Dan heb je bij die medaille natuurlijk ook nog iets van een leusdeel bijhuurd. Daar komt je. Met dinsdag leg ik reisgap aan de kant en gaan we feesten in Spookeland. Oké, vanaf deze kant wordt het Prins Bart van de Spookjegers van Zwartbroek. En intussen staat op het podium een man klaar die een hele lange toeter bij zich hield. Goedenavond, dames en heren. En ik zou zeggen, aan jullie het woord. Het schalmol gaat te drinken. Zo niet, zou ik zeggen, bestel maar. Come on!
Want we gaan met z'n allen van links naar rechts. Van links naar rechts. Gooi maar erin. Van links naar rechts. Van voren naar achteren. Van voren naar achteren. Van links naar rechts. Begint je tekst dadelijk ook wel allemaal. Toetertje! Fantastisch. Dames en heren, schoon dat we hebben mogen spelen. We maken er nog een. Pak jij prins, prinses of prinses, jeugdprins in het hier. Pak hem vast bij de showers, want we maken één grote Polonaise!
kaboom. Ach, lieve leugen, dat is het goed. Nog één keer. De polonaise ving achterlijn. Hoi. Hier zit de linker dan de rechterlijn. De polonaise tjintjalala. Ach, lieve leugen, wat is dat goed. Dat puntje, blijf hem aan voor de rug. Doet ze, zij, zij. Oké, Ton, ik weet niet of dat jij al klaar stoort. Jazeker. Ja, ik huur ik. Toeter Thijs met zijn lang truit, dames en heren. En daar was er vanochtend ook beginnen. Ik kom ook wel dekker tegen op een oktoberfiets en zo. Maar ook met de vaste loven kunt je prima tot zijn recht. En ondertussen stonden we hier op het bühne. Dames en heren, met de prins uit Rooi, dames en heren. Stramprooi, Walter Verstoon. En het is niemand minder dan de prins van de Zotmolen, namelijk Job de Eerste. Dit kan goed zingen trouwens, Ton, bij Job de Eerste. Is dat zo? Ja, 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 ja. Je hebt de vurige week bij ons gedaan, hè? Nou, wil ik ook weer op het huren dat het wat zingt, Jan. Job. Ja, hop, dat kan, Job. Ik kan goed zingen. Ik zie nog dat we een fantastische vriendin hier, die kan er misschien ook even vuur stellen. Maar Job, in het algemeen, stel je even vuur aan de mensen even over het midden Heikenuiters in de zaal. Goeie avondje, Heiken. Ja goed, iedereen van weer dan omstreken. Ik ben Job Stals, geboren en getogen in Rooi. 28 jaar oud. Gewoon een jurkje, of vrie een jurkje of drie. Met mijn prachtige vriendin Pam. Salut! Ik ben werkzaam bij Grimmans Paktek en de verpakkingstechniek. Ja, daar heb ik ook goed naar gedaan. En vrijwillig hier bij KVW en verschillende dingetjes. Mij is toezet, ze me vroeg, ik kan nog geen nee zeggen. En dan moet ik altijd overal met de heer. Ik zie zelfs dat ze hier weer op school hebben gezeten, zeggen ze nee. Dus. Ja, 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 op een paar scholen weer hebben gezeten. Een paar scholen zelfs hier te afgegangen, dames en heren. Maar uiteindelijk toch goed terechtgekomen. Wie hebben ze dit gevraagd? Kunt u me dat ook eens vertellen? Ja, dat was op zich wel een schoon verhaal. Ik zal een beknopje versie geven. Wij vriendenweekend gehad en ik was er eigenlijk klaar met de koeien afgesloten en al. Fijn rustig op de bank, even een beetje bie komen. En dan stonden er twee man bij ons binnen en dat was Old Prins Guido en Old Prinses Suzanne. En die komen met de vraag of dat we de zoutmalen vuur roeien gewoon dit jaar. Ja, goed. En dat was dus duidelijk een dikke joh. Ja, ja, dat was een joh. Daar hoef je niet lang over na te denken. Pam ging natuurlijk ook met. Ook zeker in de hele vastgeloof, het giet het gezellig met dames en heren. En daar ziet u natuurlijk met een fantastisch devies. En hier ook in orde. En ik moet eerlijk zeggen, dat is de eerste keer dat ik er pas een vroeg van over. Dat duurt Mark al die over. Vertel jij ook eens even iets over orde. Oeh, sorry, wat? Oh, mijn orde. Kun je daar wat over vertellen? Ik heb geen orde. Ik heb helemaal geen orde. Ik heb een onderscheiding. Ik heb een onderscheiding. Ja, 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 ik heb verder geen orde. Ik heb een onderscheiding om mijn hobby's erin verwerken. Ik sleutel hier aan OJO-toes. Ik drink hier een glaasje whisky. Ik ga op de KVW met. En het logo van mijn vriendengroep, de Witte Rood. Die ook met een aantal man present zijn. Dat zit er natuurlijk ook goed in verwerkt.
Het is helemaal duidelijk, dames en heren. Hij gaat wel in die, geen orde zijn, maar hij gaat wel in die vies natuurlijk. Dan sluiten we natuurlijk dit kleine interviewje met af. En dat is... Vaste Love in het Veerse Nederlijn, Jeroen op een ben. Hallo! Oké, ja, dankjewel. Heel goed. Wij gaan even deze kant over halen. Kijk. Hebben wij nog niet gehad? Ja, dat gebeurt, Jan. Hè? Zo de goeie hebben wij nog niet gehad. Oké, en ik heb gehuurd dat het een blaad beer opbrengt voor de kapel. Zo is de deal gemaakt. Dus goed gedaan. We halen heel even de aandacht deze kant op naar de Verrekjes Cup. Die staan hier. Maar ik wil vragen of de zoutmalen door aan die kant willen blijven staan. Want er komt dadelijk nog een artiest uit het zoutmalen, Rieke. Dus blijf even dadelijk staan voor uw artiest. En inmiddels staan ik hier neven de prins van de Verrekjes Cup. Wesley. Goedenavond, mensen. Ja, hey, hij ziet goedenavond, mensen. Hey! Oké, ja, Wesley, dankjewel. Ik ga heel even naar van u kijken, want op mijn blad is het niet wie dat tegen het. En ik zie ook wel graag willen weten wie dat die naam is. Dat is Bonnie. Bonnie. Hey, en Bonnie, hoe kom je vanaf? Geboren in Wiert. Beul gewoond. En nu weer in Wiert. Hey, ja, Neewiert, we hebben mensen, we hebben de Bengelszee, we hebben de Pinmerkerszee, we hebben Piepkeukenszee. Dus van Neewiert moest zich aardig toevullen in dit gezelschap. Hey. We hebben één prinses, die kwam uit Beul, heb ze net gehuurd, ja, die van Zwartbroek. Ze moesten zich ook wel een klein beetje toes. En nu wonen jullie samen op Moezelkientje. Kientje uiteraard. Parkhof. Op een Parkhof woontje. En ik ga nog even voorstellen, want de Wesley die heet met de achternaam Steuten. En als ik in Wiert zeg, de familie Steuten, dan hebben we het over... Wielrennen. Ja, en Wesley, doe jij ook wielrennen? Inmiddels wel, joh. Ik heb een heel leven gevoetbald, maar sinds een paar jaar ben ik aan het wielrennen. Want ik moest de naam toch Iran doen. Oké, ja, dan ben ik heel even benieuwd. Je gewoon heel even doorkijken. Als hij gaat wielrennen, wie geeft dat dan zo'n beetje in zijn werk zitten? Schatje, ik ben weg. Of is dat gewoon helemaal gepleintje? Wie geeft dat? In de zomer is het gepleintje en het moet in het seizoen. Ik ben er weg. Ik ben er weg. En wie laat ze dan als meest weg? Nou, meestal s'avonds. Oh, je hebt meestal s'avonds. En dan giet de wie laat weg? Rond een half zeven. En wie laat ze dan terug? Half acht. Ja, dat durf ik niet te zeggen wie laat ze dan terug is. Hè? Want de wielrennen hier ook natuurlijk in de derde helft, of toch niet? Nee, bij die club hoe ik ben, zit het niet. Dat is meteen in de eerste helft, kassa. Ja, ik ben wel van de derde helft, maar dat is beter voor mij als ik af en toe geen derde helft heb. Oké, nou, dat is heel erg goed. Ik ga heel even kijken, want jij hebt ook ooiers die alles in een keer prins zijn geweest. Wie lang is dat geleden? Ja, dat was ook prins Henny de Nierste en nu het een vijfde nuurtje van de Verkes Cup. Hij is er toevallig ook bij vandaag. Steek zijn hand even op. Dat is die het. Ja, vijfde nuurtje is 24 jaar geleden. Ja, dat ben ik blij dat jij dat even vuurrekentje vermucht. Dan weet ik in ieder geval ook dat 24 jaar geleden is. Dankjewel. Hij heeft toen ook dat heel bewust meegemaakt wie er papprins wordt. Ja, ik was toen 13 jaar, ik heb het wel bewust meegemaakt. Helaas kon ik toen niet overal bij zijn, want s'avonds mochten we nog niet mee. We waren te klein voor. Maar ik weet er nog heel veel van. Oké, dus jij ook een beetje het goede voorbeeld doet volgen? Uiteraard. Ik heb alle vuurbeeldjes in mijn kop gooien. En daar heb ik dit jaar van gebroek gemaakt. Dat heb je heel goed gedaan. Ik zit dan verder op mijn beetje, Ston. Hoe werk stig? Ik werk bij Logistics Centrum Wiert. Logistics Centrum Wiert. Nou, dat is een mond vol. En jij? Wie weet er logistics? Dat, zie je dan collega's van elkaar of zie je concurrenten van elkaar? Ja, eigenlijk zien we een beetje concurrenten van elkaar, ja. Maar toen schiet dat heel goed. Toen schiet dat uiteraard goed. Nou, daar ben ik dan heel blij met. Ik ben heel even benieuwd naar uw medaille. Wie ziet hij eruit? Ja, we hebben hier de orde van fietsen, keepertje. Er zit een keeper op. Ik ben altijd keeper geweest. Daar heb ik een paar jaar geleden achter me geloten. Ben ik gaan fietsen. Dus we hebben een keeper op een kleine fiets. Een putje beer in de hand. We hebben nog een beetje rood-wit. En een bal. Rood-wit staat voor PSV. PSV, SCM is aanhang PSV. Ja, er zijn toch mensen op aan het letten, zien het ook. Eindhoven! Zie je? Moet je het iets harder zeggen? Nou ja, dat doe ik niet, maar goed. En we hebben een lintje en de Brabantse vlag. Een beetje gewoogd in Limburg. Maar ik vond het wel bij PSV passen. En dan hebben we nog een muziekbox hier staan. Ik ga wel graag naar huisfeestjes af en toe.
Oké, okay, en dan ben ik heel benieuwd, want ik heb alle prinsen die wij hier vanavond gehuurd hebben, dat zijn eigenlijk allemaal sportmannen. Het is me nog helemaal niet opgevallen dat er een prins is dat een muziekman is. Jij zit dan voor de hobby eigenlijk voor muziek? Ja, een beetje voor de hobby, ja. Maar niet een instrument spelen? Nee, gelukkig niet. Tegen instrument spelen? Nee, ook niet. Nou, hey, dan heb je nog zeker een leuze. Dan ga ik de nodige uit, of kijk wat jij nodig uit knallen voor de mensen hier in de zaal. Let op, Vergenskop, dat komt je. Hier opzij, het ziet het gebeuren. Dat zullen ze een heel weer duren. Oké, okay, ja, dankjewel Vergenskop dat je ook deze kant op wordt gekomen. Inmiddels die het op het podium klaar en ik wil vragen of ze achter een beetje leegt door aan de kant van de zoutmalen willen maken. Want dat is hier de schoenmeidje van het rode riek op het podium klaar. En dat is mijn neemens minder als Esther Snijders wat vrug in de schoenenwals gaat zingen. Alsjeblieft even staan. Esther, ik hoor even rond aan het kijken in het publiek. En toen kwam ik me toch de einde van de flikkensteker stiegen. Ja, dat zou de einde van Osbel. Ja, ik kwam in Jean Stassen tegen. Ja, 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 ja. Nou, en als je dan Jean Stassen van Osbel mengt met het merkje van de zoutmalen van Stramprooi, dan krijg je zoiets wat het eigenlijk de Front of the Limbo project. Dat zeg ik toch goed, ja, hè? Ja, dat zeg ik. Ja, goed, en maar, wie chic is dat, dat we de Front of the Limbo project gewoon hé in ons midden kunnen ja, hebben? Ja, dat is eigenlijk gewoon echt hartstikke gek. Het
te gek goed, man. Nou. En wat heel wel belangrijk is bij het volgende nummertje, mensen, is dat je elkaar eens lekker vastpakt. En dan gaan we nog eens lekker walsen. Want dat deed Esther net ook al gedaan. En dat gaan we nog een keer doen, Esther. Vind je dat goed? Dat vind ik een hartstikke goed idee, Jean. Is en de ganse tent ziet, waar is de wind? Wat geeft mij die draai? Ik moet hier gaan dansen, ik zak tegen dit. De band speelt het liedje, een paar brood van mij en de fiets mee. Op naar de kleid en de tekst in de vuil. Dit is als niet meer de stad. Hoe is het toen heb je gehoord? Laat in het lied en de tekst op het zoek. En nog het schrievelig einde dit vol. Ben maar gerust tegen ik. Want ze verwierig nog door. Op een groot terras zit ik nog echt zo te kieken en denk daar weer om zo. Je wordt een cirkelijk. Ik loop op nog binnen, de stel niet met draad. Ik loop weer naar boeten, je voelde de klok dat liedje. Die gedachte komt terug. Om naar de kwijt naar de tekst zoek de kruis. Dit is ons geleerde stad. Hoe heet ik toen het gekeurd? Waar ben ik lief dat ik dicht door doe zo ver? En dan ben ik twiebeling eindelijk op. Ben naar de rust tegen ik. Dan ze verwierig nog door. Je slaat aan de boom, de mooie vrouw. Stond ze en stond alleen en ik kijk goed in je boom. En ik zoek die verdriet. Het was net middernacht, wie mij dat gedacht. De radio speelt aan en het hemd en dit speelt nooit meer terug. Dat luistert toch niet. Ik heb dit liedje bestaat, op naar de kleider, ik zoek me maar. Dit is ons niet meer bestaat, hoe heet ik toen het gekeurd? Waar ben ik blij dat ik dit door doe zo? En nog het schiepeling eindelijk vol. Ben naar de rust tegen ik, dan ze verwierig nog door. La 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 la
Jean Stassen en jullie wel. Esther Snijders.